Kern Gezond TV is mede mogelijk gemaakt door Volta Limburg en Spooty.nl. Welkom bij een nieuwe aflevering van Kern Gezond TV en welkom hier in het kantoor van Kern Gezond. Hier is where the magic happens, zoals ze dat zeggen. Vandaag een hele spannende uitzending, want we hebben de laatste twee scholenchallenges. En daarna weten we dus precies wie de scholenchallenge gewonnen heeft. Spannend. Maar wat ook altijd spannend is, is de warming-up met Ricardo. Welkom, mijn naam is Ricardo en elke aflevering van Kern Gezond TV ga ik samen met jullie een actieve warming-up doen waarmee we de dag actief zullen starten. Elke drie afleveringen is het één losse oefening en de vierde combineren we die allemaal samen. Oké, één been in de lucht, andere been op de vloer, helemaal doorzakken en weer opstaan zonder dat je voet de vloer raakt. Lukt dit jou ook? Ik daag je uit. Als het lukt, stuur hem door naar info@wijzijnkerngezond.nl. Succes! De kinderen van basisschool Antonius het Buggenum gingen op bezoek in het Home of Heroes, waar ze zich helemaal mochten uitleven met een obstakelparcours en lasergamen. De kinderen van basisschool Busdaal uit Reuver speelden levend stratego en kraak de code in het bos. Spannend, gezond en veel fun. Verderop in Reuver zetten de kinderen van basisschool De Triolier hun beste beentje voor om het zwerfafval rondom hun school te verwijderen. Compliment voor deze toppers. Gezond gedrag en gezond bewegen. En de kinderen van basisschool De Brink hadden een kerngezonde speurtocht door het pittoreske Meldersloo. Ook zij genoten volop. Tijd voor een peuzelsnack. Let op, na het zien van dit filmpje loopt u het risico dat de kinderen extreem ontvankelijk zijn voor de komende lesstof. Tijd voor een peuzelsnack. Hey, wiki wacky wacky. Ik heb voor jullie een lekker peuzelsnackie. Boom! De Bingo Quiz. Haha, verzamel zoveel mogelijk vragen van lesstof die je nog moet leren. Een voorbeeldje. Wat is de hoofdstad van Spanje? Hoeveel is 3 keer 8? Maak vervolgens verschillende bingo kaarten met daarop de antwoorden van allemaal die vragen. In de omschrijving hieronder het filmpje kun je een lege bingo kaart downloaden, print die uit en de antwoorden die schrijf je in de vakjes. Stuur die kaarten naar je klasgenootjes of speel met de hele familie gezellig de Bingo Quiz! Laten we beginnen. Handen naar voren, vingertjes trillen en dan gaan we... Wow! Bingo! Denk eraan dat je als quizmaster duidelijk spreekt en soms een echo laat klinken. We gaan beginnen Wat is de hoofdstad van Frankrijk? Hoeveel is 9 keer 7? Wat is de vierde planeet vanaf de zon geteld? Wat is het belangrijkste bestanddeel van chocolade? Wat is het enkelvoud van beuzelen? Hebben we een bingo? We hebben een bingo! Wow! Bingo! Super veel plezier met de bingo quiz! Tijd voor een peuzelsnack! Wow! Peuzelsnack! 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 Tijd voor een peuzelsnack! 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 Wow! Ik ben Janno van Werkberg en ik kom en ik zit in groep 5 en ik zit op de basisschool De Mussenberg en ik ga smoothie fietsen. Ik kom bij de bakker en zeg tegen de bakker: heb je worteltje taart? Nee, zegt de konijn. Dag daarna komt de konijn weer. Zegt hij tegen de bakker: heb je worteltaartjes? Worteltaart? Nee. Dag daarna komt hij weer. Zegt hij: heb je worteltjes taart? Zegt die andere: nee.
dacht ik na, denk die bakken toch. Ik denk toch tot ik worteltjes taart ga bakken. Dacht daarna komt konijn. Heb je worteltjes taart, zegt hij. Zegt de bakker, ja, zegt de andere, vies hè? Gezondheid, ik geef hem aan Milou. Heel lekker. Vandaag maar liefst 2 scholen in de Scholen Challenge. We zijn te gast bij basisschool Buschop in Nederweert en de Mussenberg in Hoorn. Daarna weten we wie de winnaar is en welke school er met de Kerngezond Cup vandoor gaat. Dit zijn de uitverkorenen om de eer van de Mussenberg en heel Hoorn hoog te houden. In de Scholen Challenge proberen 3 kinderen, de quizkids, de vragen goed te beantwoorden. Bij een goed antwoord gaat een belletje, het signaal voor de jumper om de bal bij de finisher te bezorgen, die na een slalom probeert de bal in de basket te gooien. We gaan beginnen. Hoeveel essen zitten er in courgette? Nou! Kijk, die quizkids zijn slim en snel. Juri mag direct gaan jumpen. En hoe? Perfecte worp en dito-vangbal door Justin. Hij wordt geduwd in de rolstoel door Lennon de Mussel. Justin springt eruit en... koekoek, direct raak. Hoe noem je een balletdanseres die een rondje draait? Die pirouette. Die quizkids in Hoorn houden het tempo erin. Juri trouwens ook. Kijk hem eens gaan. Sneller dan zijn schaduw. Glennon lijkt een echte krachtpatser. Oei, mis. Als je iemand tof vindt, dan noem je hem een toffe... peer. Aan de quizkids ligt het niet. Dat zijn toffe peren. Juri springt alweer alsof zijn leven ervan afhangt. Super. Dit zijn sporters met een missie. En alles en iedereen moet aan de kant. Zelfs de pionnen. Kan Jason het afmaken? Jazeker. Hoppa. Dat is 2. Bij welke sport moet je de bal door een korf gooien? Korf! Juri moet alweer, terwijl hij nog aan het herstellen is van alle inspanningen. O jee, dat kan gebeuren. Opnieuw. Wat eet je niet als je vegetariër bent? Vlees! Weer een goed antwoord en Juri is alweer weg. Deze keer houdt hij volledige controle. Goed zo. En... jammer! In welke omgeving doe je vooral mountainbiken? Bos! Die Herder Quizkids. Respect. En die arme Juri moet weer springen. En hoe? Mooi gedaan. Justin start de motoren op weg naar de basket. Justin legt aan. Ja! Goal! Welke kleur heeft een banaan voordat hij geel wordt? Groen! Antwoord is wederom goed. Maar met nog maar 5 seconden op de klok, dat gaat niet meer lukken. Goed gedaan, Mussenberg. 3 treffers. In herhaling zien we de supersnelle sprongen van Juri. De kracht van Lennon. En het scoren van Justin. En dan gaan we naar basisschool Buschop in Nederweert. Bondscoach Frank de Boer heeft de volgende mensen geselecteerd die hun beste weetje voor kunnen zetten. 3, 2, 1. Noem een product dat van melk gemaakt is. Yoghurt. Ook hier, direct een goed antwoord van de quizkid. Rowan mag direct aan de slag. Springen dus. Maar o jee, de bal valt op de grond. Is bij rugby de bal rond, ja of nee? Nee. Die quizkids met direct weer een goed antwoord. Rowan gaat nu als een trein zo snel. Super. Loene mag de rolstoel duwen met Colin erin. Loene is een echte krachtpatser. Colin mag het proberen en... raak! Hoppa! Welke kleur hebben asperges? Wit. Weer goed. Dus Rowan is alweer op weg met de bal tussen de benen. Mooi tempo, prima worp. En goed gevangen door Colin, de finisher. Loene mag weer haar spierballen laten zien. Power! Daar gaat Colin weer. En weer raak! Tjaka! Bij welke voetbalclub speelt Brian Linssen? Pas. Hoeveel gaten zitten daar in een bowlingbal? 3. 3 gaten in de bowlingbal is goed. En Rowan mag weer jumpen. Mooi! En strakke worp. Loene slalomt weer alsof het allemaal geen kracht kost. Colin mag weer gooien. En...
meer raken. Hoppa. Waaraan groeien peren? Perenboom. Weer een goed en snel antwoord. Daardoor Rowan alweer op weg met zijn springveren. Foutloos. Prima worp, maar de bal glipt Colin uit de handen. Hoe heet de sport waarbij gehandbald wordt in het water? Pas. Waarin zitten bij een sinaasappel meer vitamines, in de schil of in het vruchtvlees? Vruchtvlees. Nee, als een voetbalteam 3 keer op rij wint, hoeveel punten hebben ze dan? Pas. Hoe noemen we peterselie, munt, basilicum en bieslook? Wat zijn dat? Specerijen. Kruiden en specerijen tellen we goed, maar de tijd is er van doorgelopen. Einde. In de herhaling zien we nogmaals de sprongkracht van Rowan. De kracht van Power Girl Loenen. En het scorend vermogen van Colin. In de stand betekent dit een mooie 5e plek voor basisschool De Mussenberg. Met 3 punten in 108 seconden. En een prachtige 3e plek voor basisschool Butschop uit Nederweert. Met 3 punten in 76 seconden. Maar de winnaar is basisschool De Dolgaat uit Horst. Met 4 punten in 102 seconden. En dit is hem dan, de Kerngezond Cup die ik komende week persoonlijk bij basisschool De Dolgaard kom brengen. Proficiat nogmaals. En daarmee zijn we aan het einde van deze aflevering van Kerngezond TV. Volgende week alweer de laatste van dit seizoen. Dus ik wens jullie een kerngezonde week en nog 1 weekje. Tot dan. Hoi. Kerngezond TV is powered by Volta Limburg, Spooty.nl, Sikon Logistics, Jong Leren Eten, Ria Joosten Catering en Evenementen en Limburgs Uitje.